Een hele goede avond allemaal. Ik open dit sessiedebat. We gaan het vanavond hebben over het fietsplan Haarlemmermeer op verzoek van de fractie van het CDA. Er hebben zich voor deze sessie 6 insprekers gemeld om het woord te voeren. Zij hebben per persoon 3 minuten de tijd en zijn op volgorde van aanmelding straks aan de beurt. Als u straks uw naam hoort, mag u hier bij het katheder plaatsnemen. En als u er dan klaar voor bent, mag u de raad toespreken. Nadat alle insprekers aan het woord zijn geweest, dan kunt u aan het einde van de 6 insprekers eventueel vragen stellen aan de insprekers. Vergeet u daarbij niet te vermelden aan wie u die vraag wenst te stellen. En daarna gaan we ook nog even kort naar het college, als u daar nog vragen aan heeft. En dan zullen we de eerste termijn beginnen. U hebt een voorstel? Ik zou willen vragen of ik ook nog mag inspreken. Hè? Is niet te bedoelen. Nee, dat, technisch kan dat niet. U mag wel het woord voeren, lijkt me. Maar, wat bedoelt u dat? Ja, dat bedoel ik. Jazeker, ja. Maar daar komen we zo op. We gaan eerst naar de insprekers. Maar ik zal u als eerste noteren. Dan gaan we nu naar de insprekers en ik zou als eerst willen verzoeken aan de heer Scholten om naar voren te komen. Goedenavond, meneer Scholten. Goedenavond. We zullen zorgen dat u 2 gaat, want ik ving net op dat als u naast elkaar zit dat het een catastrofe wordt. Maar, Nee hoor, dat gaat helemaal goed komen. Nee. Wij zijn goed op elkaar ingespeeld, meneer Scholten. Ja. Moet niet alles geloven wat er in de gang gezegd wordt. Nee. U heeft 3 minuten de tijd en aan het einde kan de raad u nog een aantal vragen stellen. Gaat uw gang. Is wel wat minder dan de vorige keer, want toen was ik nummer 14 en had ik 4 minuten de tijd. Dus ik spreek namens een hoop bewoners, dus misschien heb ik eventjes iets meer nodig. Maar geachte voorzitter, geachte raad, geachte college en geachte aanwezigen. Na het lezen van, van de nota van beantwoording van het fietsplan vroeg ik mij af waarom ik überhaupt nog zou inspreken. Op pagina 5, paragraaf 1.1 van de nota van beantwoording word ik eerst heel blij dat de verbinding vanaf de Fruituinen naar de Geniedijk definitief van de baan is. Maar dan in de laatste alinea van de paragraaf staat: een flink aantal van de reacties die ingediend zijn op het conceptfietsplan heeft betrekking op tekeningen die men op de bijeenkomst van Visie Stadcentrum Hoofddorp 2040 heeft gezien. Hier stond een nieuw fietspad aangegeven tussen de Geniedijk en de Fruituinen. En dan staat er met betrekking tot de Geniedijk letterlijk de doorfietsroute die daar komt. Die daar komt? Hoezo die daar komt? Is het al een verdongen feit? Worden we nu bij de neus genomen? U hanteert nog steeds het argument missing link. En dat heeft u nog steeds niet toegelicht, zodat het geen uitgangspunt kan zijn. Het klopt dat je op kaarten met betrekking tot de Geniedijk geen fietspad ziet. Om er dan een fietspad aan te leggen noem je een tekentafelbesluit en dat zijn over het algemeen geen juiste besluiten. Ik trek het vergelijk dat de heer Nobel en mevrouw Ruigrok ook met eigen ogen hebben kunnen aanschouwen dat een fietspad midden door de patio wonen bij de Fruituinen naar de Geniedijk niet iets is dat je van een tekentafel praktisch even implementeert. Zoals door meerdere bewoners aangegeven in hun zienswijze, ligt er een mooi breed fietspad aan de zuidzijde van de Geniedijk bij de hoofdweg A in Graan voor Vis. U spreekt van doorfietsroutes, waar het hedendaagse fietsverkeer met elektrische ondersteuning of pedelecs zich over grotere afstanden snel, veilig en zonder hindernissen moet kunnen verplaatsen. Nu vraag ik u, leent de Geniedijkroute zich voor fietssnelverkeer met loslopende koeien, schapen en ganzen? Volgens mij is het antwoord nee. Voel ik mij als fietser veilig als er iets gebeurt en bewoners de fietsers in nood niet kunnen bereiken? Antwoord is nee. Vindt u dat u met ingewikkelde knikken vanaf het station om op de Geniedijk te kunnen komen, het oversteken van de drukke Genieweg zonder voorrang voor fietsers en een hele gevaarlijke kruising met ingewikkelde knik bij de hoofdvaart nog steeds bestempeld kan worden als snelle doorfietsroute? Antwoord is nee. Kunt u gaan afronden? Nou, ik heb nog een... U heeft echt maar 3 minuten. Ja, maar dat vind ik een beetje... Ik spreek ook namens meerdere bewoners.
We hebben u aangegeven dat u. Dan neemt u ons niet serieus. Ik neem u serieus, maar we hebben van tevoren afspraken dat u 3 minuten heeft. Het verzoek is om af te ronden. Voorzitter, ik zou mijn spreektijd willen. Ik wil graag aan iedereen vragen in het verband met de orde van de vergadering niet vanaf de tribune deel te nemen aan de vergadering. Het is niet mogelijk om andere spreektijd te geven. Ja. Elke inspreker heeft 3 minuten. U heeft mijn kaartje met een mogelijk alternatief reeds gepubliceerd, waarvoor dank, en waar je als fietser overal voorrang hebt. Alleen voorbij Korenmolen de Eersteling fiets je daar niet comfortabel aan beide zijden van de Pakslaan, gezien de boomstronken die zich een weg banen naar de hemel en waar al jaren geen onderhoud aan gepleegd is. Ook hebben wij nog een ander alternatief waarin zowel gemeente als direct betrokkenen zich in zouden moeten kunnen vinden. Kortom, het mag duidelijk zijn dat er geen sprake kan zijn van een doorfietsroute via de Geniedijk van Haarlem naar Aalsmeer. Daarvoor zijn er te veel obstakels. De gemeente zal eerst eens moeten zorgen voor goed onderhoud van alle bestaande fietspaden. Ten slotte wil ik van u horen hoe het vervolgproces eruit gaat zien en wanneer wij uitgenodigd worden als gestart wordt met de verdere uitwerking van de plannen. Wij wensen niet geconfronteerd te worden met een uitgewerkt plan waar nog een formeel inspraakmoment voor komt. De afgelopen tijd hebben we al voorbeelden gezien waarbij zoiets gewoon wordt doorgedrukt. En daar passen we voor. Dank u wel, meneer Scholten. Ja. Ik wil ook aan iedereen op de tribune vragen om niet te applaudisseren. Dank u wel, meneer Scholten. Ja. Het kan zijn dat de gemeenteraad u zo nog vragen kan stellen. En dan zal ik u weer naar voren vragen. Ja? Ja. Dan wil ik graag de heer Bleker naar voren vragen, alstublieft. Goedenavond, meneer Bleker. Goedenavond. U heeft ook 3 minuten en u heeft het woord. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Op 2 dagen na is het 1 jaar geleden dat wij hier voor het laatst stond over het fietsplan Hoofddorp en met name het stukje tussen het Nieuweweg en het Van Heuvel-Goedhartlaan, het zogenaamde Missing Link. Helaas heb ik het gevoel, en ik denk mijn buurtbewoners ook, dat wij vorig jaar gefaald zijn om onze argumenten goed over te brengen hier, want anders stonden we niet hier vanavond. Dus ik sta hier vanavond niet met nieuwe argumenten of feiten waarom het niet zou moeten of waarom het veilig is of wat dan ook. Ik sta hier vanavond om een beroep te doen op uw menselijkheid en ik vraag u eens bij ons in de wijk te komen kijken waar die fietsplan voor ons huizen langs rijdt. Niet alleen de impact op ons privacy, maar ook zoals de heer Scholten heeft beschreven, de veiligheid van de wielrenners en de fietsers die over die weg heen moeten. Het is geen veilige fietsroute. Dus bij deze, u zijn van harte welkom om bij ons in de Piratenweek even langs te komen en te kijken waar die fietsplan langs zou moeten komen. En niet alleen op een plaatje, op een tekening. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bleker. Dan gaan we naar de derde inspreker en dat is de heer Van der Ploeg. Goedenavond, meneer Van der Ploeg. Goedenavond. U heeft ook 3 minuten en als u er klaar voor bent, heeft u het woord. Dank u wel. En getimed. Goedenavond, ik spreek namens de Fietsersbond. Voor sommigen duidelijk, voor sommigen niet. Geachte raadsleden, hierbij onze reactie op het Goede Fietsplan 2024. Deze tekst is online beschikbaar. In de bijlage staat aanvullende informatie. In een sessie van een uur kunnen wij u nadere informatie overgeven over het hoe, wat en waarom. Het terugdringen van de fietsverkeersslachtoffers bij ons is nodig. Zie pagina 21. De totale kosten in 2022 waren 58 miljoen euro. Het gewenste fietsgebruik kan groeien. Als de splitsing tussen basis op orde en fietsextra's vervalt, komt 56% van het succes direct beschikbaar. Zie het goudappelonderzoek. Een hogere snelheid in het beheer en onderhoud hoort daarbij. Bij het fietsparkeren thuis is het bouwbesluit en de route naar het fietspad van belang. Het moet makkelijker zijn om de fiets dan de auto te gebruiken. De fietsverzekeringen eisen dat in de bergingen en op de bestemmingen de fiets altijd met een extra slot moet worden vastgezet. Het frame en het voorwiel vastzetten aan een goed bereikbaar vast object is dan ook een must, al of niet in een gemeenschappelijke of eigen berging.
Het fietsparkeurkeurmerk geeft meer duidelijkheid. Het fietsparkeren in het centrum van Hoofddorp is stof tot discussie. De tijdelijke stallingplaatsen bij het voormalige ING-kantoor is effectiever. Denk ook aan de fietsen met grote fietstassen of kinderzitjes en buitenmodelfietsen. Veiligheid omvat onder andere gedrag en infrastructuur. Gedrag wordt afgedwongen door goede handhaving. 10% van de jaarlijkse kosten van de ongevallen inzetten als budget werkt zeker positief, preventief. De 30 km per uur helpt. Het toepassen van kant- en middenbelijning volgens CROW op alle fietspaden helpt ook. Zie ook de foto voorop het fietsplan. De infrastructuur volgens SPV 2030 en Duurzaam Veilig 3.0 opzetten. De fietspaden inrichten volgens de CRE-richtlijnen. Dit voor de breedte, check op aantal, snelheid, etc., bochtstralen, stoepranden, fietspaaltjes, obstakelvrije bermen en zichtlijnen. De maximale veiligheid lijkt niet in de LIOR van 1 september 2023 te staan. In de AVP ontbreken de regels die de zichtlijnen op de fietspaden door de begroeiing beschermen. Graag uw actie. De bestedingen door de fietsers per tijdsperiode zijn hoger dan door automobilisten. Zie ook hier het onderzoek. Fietsers beter faciliteren door het MKB is gewenst. Over de planning, met de prioriteit de veilige schoolroutes opzetten voor de BO-scholen, een groeifietsproject opzetten en zorgen dat kinderen kunnen oefenen op speelpleintjes met loopfietsjes. En als het goed is, is dit 2 minuten 56 seconden. Zelden zie ik ze zo goed getimed, meneer Van der Ploeg, dank u wel. Dan gaan we naar de vierde inspreker en dat is de heer Buitenhuis. Dat staat iets comfortabeler, vermoed Kijk, ik. U heeft het woord, u heeft ook 3 minuten. Dank u wel. Geachte raadsleden. In verband met het fietsplan, zoals gepresenteerd en waar ik een zienswijze op ingediend heb, wil ik graag deze gelegenheid aangrijpen om mijn zaak nog eens extra onder de aandacht te brengen. Mijn naam is Jan-Willem Buitenhuis. Samen met mijn vrouw heb ik een akkerbouwbedrijf in de Lissebroek dat al 4 generaties actief is. De laatste 7 jaar is ons bedrijf doelwit van ontwikkelingen. U moet daarbij denken aan het dorpsbos Abbenes, het Otterpad, de randweg aansluitend op een poelweg, huizenbouw Lissebroek met het afsluiten van Turrenspoor en nu een fietspad dwars door onze huispercelen achter de boerderij. Wat opvalt bij al deze plannen is één steeds weer terugkerend punt. Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met mijn bedrijf. Meerdere keren heb ik van me laten horen. En wel door zienswijzes in te dienen, ambtenaren te benaderen en deel te nemen aan overleggen. Maar het negeren van mij door de gemeente is ronduit stuitend. Van participatie, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt, is hier geen enkele sprake. Het is eenrichtingsverkeer. Zo ook bij de plannen voor dit fietspad. Er wordt op mijn eigendommen en ten koste van de toegang van mijn percelen van alles en nog wat gepland. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Maar daarover met mij in gesprek gaan en concrete oplossingen zoeken, maar. Uw gemeente wil van alles, maar op deze manier kan ik daar niet aan meewerken. Zoals al vaker aangegeven wil ik in gesprek over een vrije en onbelemmerde toegang tot mijn percelen. Vrije toegang houden tot zoet water in verband met irrigatie van gewassen. Compensatie van grond, bijvoorbeeld door te ruilen met het dorpsbos. Betreding van percelen door burgers en daarbij komend vandalisme aan gewassen en zwerfvuil. Ik zit namelijk naast een fietspad en ik ken die ongemakken. En wat hierbij nog extra vervelend is, is dat het conceptplan en het beantwoorden van de zienswijze van het fietsplan wel de route over mijn percelen genoemd wordt, maar dat het in dit huidige plan niet meer te vinden is. Vervolgens staat er ook niet of dat de fietspad eigenlijk wel geschrapt is. Ik wil daar graag duidelijkheid over. Ik vind dat u zo niet met mij als inwoner mag omgaan. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Buitenhuis, voor uw bijdrage. Dan gaan we naar de 5e inspreker en dat is mevrouw Brouwer. Goedenavond, mevrouw Brouwer. Ook u heeft 3 minuten. En als... Brouwer is een beetje kleiner. Dat maakt niet uit hoor. U heeft het woord. Dank u wel.
Geachte voorzitter, leden van de raad, collegeleden en andere aanwezigen. Als fervent fietser ben ik een groot voorstander van verbetering van onze fietspaden. En daarom heb ik ook met belangstelling het fietsplan Haarlemmermeer bekeken. Alle punten die zojuist door meneer Van der Ploeg werden genoemd, prima, daar ben ik het helemaal mee eens. Het gaat mij nu om inderdaad het traject Geniedijk. Veiligheid zou het eerste en belangrijkste speerpunt van het fietsplan moeten zijn. De basis van die piramide van Maslow die u zo mooi in het plan aangeeft. Maar bij het voorstel om een fietspad op de Geniedijk tussen het station en de Nieuwe Weg aan te leggen, vraag ik mij oprecht af of men met de situatie ter plaatse bekend is. De uitnodiging om bij ons in de Piratenwijk te komen staat. En ik zet zeker grote vraagtekens bij de veiligheid. Ten eerste omdat de overgang bij de Nieuwe Weg onoverzichtelijk is en auto's compleet verrast zullen worden door overstekende fietsers. En ten tweede omdat fietsers op de dijk totaal aan het zicht zijn onttrokken. Dus, zoals inmiddels gezegd, als daar iets gebeurt, dan zal daar niet adequaat op gereageerd kunnen worden. Persoonlijk zou ik daar zeker 's avonds niet willen fietsen. En dat terwijl er alternatieven zijn. Inmiddels door de andere sprekers uit de Piratenwijk al aangerefereerd. Daarom is onze vraag aan u wanneer we over die alternatieven met u kunnen spreken. Er is ons participatie, medezeggenschap beloofd. Als ik meneer Buitenhuis hoor over participatie, krijg ik het een beetje benauwd. Maar goed, er is ons beloofd dat er over vervolgonderzoeken opgezet, maar ook over de uitkomsten van de onderzoeken, u in gesprek gaat met de bewoners en belanghebbenden en dat we samen tot keuzes komen die weer voorgelegd worden aan de raad. Hoe gaat dat eruit zien? Wat kunnen we verwachten? Wat zijn onze rechten? Maar waar mogen we precies over meebeslissen? Allemaal vragen waar we graag antwoord op krijgen. Los van deze procedurele vragen is het duidelijk dat het aanleggen van het fietspad over de Geniedijk gevolgen zal hebben voor de verkeersveiligheid en niet ten goede. Voor fietsers, auto's en voetgangers. Veiligheid is mede uw verantwoordelijkheid. En daarom vraag ik u vandaag daar goed over na te denken bij de besluitvorming over de Geniedijk. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Brouwer. Dan gaan we naar de zesde en laatste inspreker en dat is de heer Van Eerde namens de dorpsraad Abbenes. Goedenavond, meneer Van Eerde. Ook u heeft 3 minuten en u heeft het woord. Goedenavond, geachte raadsleden. Namens de dorpsraad Abbenes en de inwoners van Abbenes spreek ik in tijdens deze raadsessie. We hebben kennis genomen van het fietsplan Haarlemmermeer. En als eerste wil ik meegeven dat wij het plan toejuichen en mensen willen motiveren om meer te gaan fietsen en zien het als een verbetering. Op een onderdeel zijn we het niet eens en wil ik van de gelegenheid gebruik maken dit toe te lichten. Wij hebben hiervoor ook een zienswijze ingediend en ons punt uitgelegd. Dat is ook terug te lezen, bijlage 2.84. Daar hebben we als reactie teruggekregen dat het onderdeel is van de gebiedsontwikkeling Lissebroek. En dat het vanuit het concept waar het vermeld staat erin staat. En in de nieuwe versie is het verdwenen. Maar bij ons gesprek met gebiedsontwikkeling van Lissebroek wordt er niet over gesproken. Ons punt sluit aan op de heer Buitenhuis. Ons deel heeft betrekking op het fietsplan in Haarlemmeer-Zuid, dat wij tegen het deel van het fietsplan gericht zijn langs het zuidelijke deel, langs de Nieuwkerkertocht. De bewoners van Abbenes hebben aangegeven voor het behoud te zijn van het agrarisch landschap rondom Abbenes te zijn. Dit is vastgelegd in onze dorpsvisie, waarvan wij dit ook naar buiten toe willen uitdragen en wij hiervoor waken. De aanleg van het fietspad vanaf de Lisserweg naar de Lisserdijk heeft geen functie voor woon-werkverkeer. Blijkbaar is dit tracé als recreatief fietspad bedoeld, omdat het elders zo wordt benoemd. Volgens de tekening lijkt het ook dat het een toegangsweg is naar het dorpsbos. En volgens de gegevens die we kregen, zou er geen apart fietspad naar het dorpsbos van Abbenes komen. Het landschap in het zuidpunt van de Haarlemmermeer is nog van een van de weinige oorspronkelijke agrarische gronden van de Haarlemmermeer. Het is een stuk erfgoed waarop we zuinig moeten zijn.
De Nieuwkerkertocht loopt geheel van noord naar zuid door de Haarlemmermeer. Deze tocht is mede bepalend voor het historisch agrarisch landschap van de Haarlemmermeer. Er wordt in bijna iedere visie die door de gemeente Haarlemmermeer is opgesteld verwezen naar dit erfgoed en dat het in stand moet worden gehouden. In onze zienswijze worden hiervan voorbeelden gegeven. Alle planologische veranderingen rondom de Nieuwkerkertocht die een draag is van het landschap zijn onomkeerbare aantastingen van het erfgoed en de oorspronkelijke basisstructuur van de Haarlemmermeer. Langs de Nieuwkerkertocht zijn bij Abbenes diverse agrarische bedrijven gevestigd. Deze bedrijven hebben jarenlang de vruchtbare landbouwgrond bewerkt en beheerd, voedsel geproduceerd en zijn bezig met innovatieve duurzaamheid en hebben zich ontwikkeld tot moderne ondernemers. Nu komt er tot hun schrik steeds weer een nieuwe visie of plan bij, langs onder andere de Nieuwkerkertocht, waar zij voor hun bedrijfsvoering ook gebruik van maken. Zij vrezen alleen voor hun voortbestaan met de planologische ideeën rondom de Nieuwkerkertocht en gebiedsontwikkeling Lissebroek, waardoor zij te veel grond kwijt zullen raken of hun land wordt doorsneden. Wij hopen met onze punten dat er voor het deel van de Nieuwkerkertocht een herziening komt of dat dit deel volledig komt te vervallen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Eerde. Dan hebben we alle 6 de insprekers gehoord. Vraag is aan de raad of u vragen heeft aan een van de insprekers. Ja, dat is het geval. Dan wil ik, als u ook vragen aan het college hebt, alvast vragen om die in uw inbreng te doen. Ja, en nu is dit termijn, als u nog vragen aan het college heeft. Eén moment, ik schors heel even. Ik heropen de sessie. Ik denk dat het technisch of iets is, is er een van de insprekers niet op de lijst gekomen. Dat is de heer Fati. En die gaan we nu de mogelijkheid geven om alsnog in te spreken. Meneer Fati, u heeft 3 minuten. Goedenavond, de heer voorzitter en alle aanwezigen in de zaal. Ik spreek ook namens de hele wijk, met name de Piratenwijk. En daarbij heb ik een aantal vragen wat een... belangrijke punten zijn genoemd, alleen maar daar wil ik me even richten op een aantal punten, met name die veiligheid op de fietsplan wat er daar komt, onder andere de toegankelijkheid van de eventuele dienstverleners die dan de toegang moeten hebben. En dat is waarschijnlijk, als er dan een bezoek is aan dat plan, bijna onmogelijk. Verder is dat dan ook wat er dan genoemd wordt over een doorfietssnelheid met alle aanwezige dieren die daar rond hangen, bijna onmogelijk. En ik wil ook even vragen of er dan wel echt werkelijk gekeken is naar een goede alternatief in plaats van de fietsplan. En daar wil ik ook heel graag antwoord over hebben. Want de alternatief staat bij Graan voor Vis, de fietspad die daar staat. En of er dan wel statistisch wel onderzoek is gedaan naar werkelijk toename van een aantal fietsers. Dus dan betekent dat een extra fietspad naast de fietspad die dan nu aanwezig is, is een overbodige uitgave. Met alle punten die al eerder genoemd is, zoals veiligheid, is het ook wel gekeken naar de eventuele geluidoverlast voor de bewoners die daar aan grens zijn. Is het ook wel gekeken naar eventuele mogelijke... gevaar die voor de fietsers daar komt, gezien de breedte van de plan. En daar wil ik ook al mijn antwoord op hebben. Ik hoop dat ik voldoende heb gezegd. En volgens mij mijn tijd is... U heeft nog wel wat tijd hoor. Ja. Maar goed, als u uw punt heeft gemaakt, heeft u uw punt gemaakt. Ja, nee, en de laatste vraag is, wie zou er ons aanspreekpunt zijn? Is dat dan de... het gemeente die vergunning verleent of is dat dan de fietsplan zelf?
voor een zienswijze, eventueel als wij dan in bezwaar willen gaan. En dat is ook de vraag, concrete vraag. En daar willen we ook even antwoord op. Dat snap ik. Nou, u spreekt de raad toe. Je mag u vragen stellen. Dus in principe werkt het niet andersom. Maar de raad kan wel vervolgens die vragen stellen die u stelt. Ja. Maar na de hand kunnen we ook nog even met u in gesprek daarover. Okay, dat is geen enkel probleem. Ontzettend bedankt. Ja, dank u wel. Yes. Dan waren er een aantal handen volgens mij die vragen willen stellen. Zal ik gewoon de partij afgaan die een vraag willen stellen? Ik zag meneer De Ruiter. We gaan gewoon even iedereen af. Ik ga gewoon iedereen even af. Meneer De Ruiter. Ja, dank u voorzitter. Ik heb eigenlijk voor twee insprekers heb ik vragen, als u mij toestaat. Zullen we die eerst naar voren roepen dan? De eerste is voor meneer Scholten. De andere is volgens mij, als ik het goed heb genoteerd, meneer Buitenhuis. Dat is de landbouwer die, ja, meneer Scholten, het pad meneer over zijn land, over zijn grond zag. Wat is uw vraag aan de heer Scholten? Mijn vraag aan de heer Scholten is sowieso dank voor uw bijdrage, voor uw inspreken. U kwam wat in tijdnood. Mijn vraag is, zijn er nou echt nog heikele punten die u niet heeft kunnen maken doordat uw spreektijd beperkt was? En waar u dan misschien nu nog wat over kunt zeggen? Voorbeelden, er waren wat voorbeelden die ik nog had. En ook dat ik wel begrijp dat als u 100 miljoen krijgt om de infrastructuur aan te passen in Hoofddorp. En er is ook nog een fonds specifiek voor fietspaden waar het uit betaald wordt met een hele moeilijke afkorting. Dan begrijp ik dat wel, maar het gaat met name om dat we bij de plannenmakerij betrokken willen worden en niet voor een voldongen feit staan waar je ja of nee tegen kunt zeggen. Want dat hebben we met het VSP ook gezien. Dan gaat het gewoon door. En dat hebben we met betaald parkeren in onze wijk gezien. De hele buurt is voor. Er is één iemand tegen. En het gaat gewoon door. Terwijl er niet geluisterd wordt van laten we het eerst eens aanzien. En als het dan nog blijkt dat de parkeeroverlast is, nou, dan is iedereen bereid om daarmee in te stemmen. Ja, dat was nou, als ik het vat ik het goed samen als ik zeg dat u eigenlijk zegt dat de participatie gewoon niet goed is gegaan. Klopt, en dat blijkt ook dat het VSP er lag. En dat dat nog niet definitief was. Dat je op dat moment ook een fietsplan voor je had waar je op je zienswijze moest indienen. Hè, terwijl het vorige plan nog niet definitief was. Dus je weet niet wat er gaat veranderen en waar je tegen inspreekt. Meneer De Ruiter. Ja, dank u. En dan is mijn volgende vraag is voor meneer Buitenhuis. Ja, meneer Buitenhuis. Gelijk. Nou, stelt u meteen door uw vraag, zou ik zeggen. Ja. U ook dank en overigens ook aan alle andere insprekers dank. Ik wil even graag verduidelijkt hebben, heb ik goed begrepen dat er was in een oorspronkelijk plan ooit een pad over uw grond gepland. Vervolgens ziet u dat in de huidige plannen niet meer terug, maar u kunt niet de bevestiging krijgen bij de gemeente dat dat ook inderdaad geschrapt is. Heb ik dat goed begrepen? Nou, dat heeft u heel scherp begrepen. Ik heb hier nog het uitgeprint, zeg maar. Dit was het plan, zeg maar, in het concept fietsplan. En op de zienswijze die ik heb ingediend, daar is ook op gereageerd. En nu in het huidige fietsplan staat niet in dat het dan geannuleerd is of dat het dan wel doorgaat, niet doorgaat, wel gewenst is, niet gewenst. Ja. Dus ja, en vind ik een beetje raar. Meneer Ruij, ik begrijp dat de afbeelding die meneer net liet zien al in IBAB staat. Dus die kunt u terugvinden. Nee, oké, dan begrijp ik het. Maar dan weet ik ook welke vraag ik straks aan de wethouder kan stellen. Dank u. Dank u. Oké, dank u wel, meneer De Ruiter. Aan deze hoek nog vragen? Nee? Ja, meneer Klaassen, hap. Ja, voorzitter. Inderdaad ook aan dezelfde personen. Ik zit alleen even te denken, de vraag van meneer De Ruiter is eigenlijk exact dezelfde als die ik had. Nou, ik heb nog een andere vraag, maar die strek straks aan het college. Dan alleen voor meneer Scholten, alstublieft. Meneer Klaassen. Ja, dank u wel. Meneer Scholten, u gaf aan dat u het fietspad, zeg maar, op de Geniedijk niet zo ziet zitten, net als meerdere andere insprekers. Qua vee wat daar rondloopt, dat loopt ook op andere delen van de dijk rond. Ik zal de vraag straks ook even het college stellen. Maar u geeft aan dat het onveilig is. Zouden we op de rest van de dijk ook het vee weg moeten halen? Of
Nou, u hoeft het niet weg te halen. Het is alleen, hè, als je daar zelf wel fiets naar het Haarlemmermeerse bos. Je kunt niet op je normale snelheid fietsen, want je hebt te maken met koeien, ganzen en wandelaars die daar lopen. Dus je kunt daar niet, als je het als doorfietsroute bestempelt, op je elektrische fiets 30 of 50 kilometer per uur op een pedelec fietsen. Oké, dan is dat duidelijk voor mij ook wel. Ja? Dank u wel. Meneer Klaassen ook. Zijn er nog vragen vanuit de... Ja, mevrouw Kliphuis, VVD. Ja, de heer Scholten mag nog een keer komen. U komt wel aan uw beweging dan. Ook aan de Doe ik ook met fietsen hoor. Dus, Gelukkig. U gaf in een bijzinnetje aan dat u echte inspraak wilde. En ik was toch even benieuwd wat u dan verwacht van echte inspraak. Wat is dat volgens u en welke voorwaarden heeft u daar dan bij? Nou, zeg maar met de bijeenkomsten toen bij ons in de fruittuinen, onder andere met mevrouw Ruigrok, was mevrouw Poven daar ook van de gemeente. Ja, ik heb begrepen dat zij zich ook bezighoudt met alle concrete plannen. En ik zou graag met haar eens in gesprek willen, namens de buurt of eventueel met andere buurtbewoners, om te kijken, ja, wat zijn nou echte alternatieven dan alleen een lijntje trekken en ook de situatie ter plekke komen bekijken. He, want we zijn echt niet tegen meer fietspaden, maar er zijn goede alternatieven. En ja, ik denk dat dat zowel de gemeente als de buurtbewoners zich daarin kunnen vinden. Alleen als er een concreet uitgewerkt plan ligt, dan is het alleen maar, je bent voor of tegen. En dan is mijn ervaring dat het niet meer aangepast kan worden. Maar het gaat alleen om dat stukje betrokkenheid bij de plannenmakerij. Ja. Helder, dank. Ja. Meneer Boerman, u voert ook het woord? Ik voer ook het woord, ja. Okay. Ja. Dus ik wil graag daar dan aanvullende vragen aan stellen aan de heer Scholten. Ik hoor hem zeggen, als er een concreet uitgewerkt plan ligt, dan vind ik dat we te laat zijn. Hè? Dan zijn we te weinig betrokken. Heeft u het gevoel dat er nu al zo'n plan ligt? Ja, eigenlijk wel. Toen ik mijn betoog begon en ik lees dan in paragraaf 1.1 dat daar gewoon letterlijk staat van de doorfietsroute die daar komt, punt. Dat staat er gewoon letterlijk. Meneer Boerman? Ja, daar zullen we dan zo meteen met de andere raadsleden over hebben. Ik kan me voorstellen dat staat de doorfietsroute die er komt, maar dat is natuurlijk nog niet een uitwerking van hoe dat eruit gaat zien en hoe die oversteek is op de nieuwe weg en zo. Hmm. Dat zijn dingen waar u graag nog over zou willen participeren, neem ik aan. Zeker, ja. Dank u wel, meneer Boerman. Zijn er nog andere vragen voordat we meneer Scholten weer van de tribune moeten halen? Laat ik hem even staan. Dat is niet het geval. Oké. Dank u wel, meneer Scholten. Dan hebben we alle vragen aan de insprekers gesteld. Mocht u een vraag aan het college hebben, dan verzoek ik u dat in uw inbreng te doen, zodat we in één keer naar het college kunnen gaan. En ik geloof dat er iemand heel graag wilde beginnen. meneer Soelaert, u heeft het woord. ChristenUnie SGP. Ja, ik moet u onderbreken. Want dat is niet waar, want het is een sessieverzoek. En dan moet ik eerst het CDA het woord geven. Dat klinkt wat... Dat bedoel ik niet zoals het eruit kwam. Maar de procedure zegt dat bij een sessieverzoek de verzoeker als eerste het woord mag hebben. En in dit geval is dat het CDA. Meneer Van der Peet, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter, voor deze mooie aankondiging. Collega's, er zijn weinig plannen van het college die vooraf zoveel besproken zijn als het fietsplan waar we het vanavond over hebben. Op zich een historisch moment, want het is voor het eerst dat we apart beleid hebben opgesteld voor het gebruik van de fiets. En wat ons betreft had dit overigens natuurlijk al veel eerder gemoeten, maar daar hebben we ons al veel vaker over uitgelaten. De centrale vraag die wij ons vooraf hebben afgesteld is, wat hebben onze inwoners nodig om veilig te kunnen fietsen en de auto vaker te laten staan? En wat het CDA betreft zijn dit goed onderhouden, voldoende brede fietspaden waarbij de snelheidsverschillen beperkt zijn. Dit alles uiteraard aaneensluitend in een robuust netwerk. Kinderen moeten 's ochtends veilig naar school kunnen, recreanten moeten kunnen genieten van het open polderlandschap en snelrijders moeten zonder grote knelpunten met de elektrische fiets naar hun werk rijden. Eenmaal aangekomen op je bestemming moet je je fiets veilig kunnen stallen. Als we dit alles afzetten tegen het huidige fietsnetwerk, knelt het aan alle kanten. Belangrijke schakels in het netwerk ontbreken. Op drukke routes zijn fietspaden veel te smal
En zo nu en dan trillen de vullingen uit je mond vanwege de achterstallige onderhoud. De effecten van de inhaalslag op onderhoud zijn ondertussen overigens wel merkbaar. Maar helaas lijken boomwortels ook dol op nieuwe lagen asfalt en strak gelegde tegels. Want op sommige plekken scheurt het vernieuwde asfalt al vanzelf weer open. En ik heb zelfs een voorbeeld waar die cyclus al twee keer is doorlopen. Maar dat terzijde. Met dit alles in het achterhoofd heeft het CDA het fietsplan vol verwachtingen opengeslagen. We zullen onze visie op het plan bespreken aan de hand van de thema's die in het stuk worden genoemd. En de opbouw van het fietsplan met die kleuren en figuren, symbolen, dat vinden wij in ieder geval al een compliment waard. Want dat maakt het een stuk leesbaarder. En de samenvattingen die in die omkaderde teksten zitten, die zijn ook zeer waardevol. Dus dat is mooi. Voorzitter, we trappen dan wat betreft de inhoud af met veiligheid. Terecht dat dit onderwerp vanuit de piramide van fietsgeluk, werkelijk hoe verzin je het, de meeste aandacht krijgt. Het gebruik van de elektrische fiets zit al jaren in de lift, maar helaas neemt het aantal verkeersongevallen met fietsers ook toe. Daarbij komen ook nieuwe snelle vormen op de weg, zoals de speedpedelec en de meest recente fatbike. Dit patroon moet worden doorbroken en het CDA is het dan ook volledig met het college eens dat we de basis eerst op orde moeten krijgen. Dit geeft aan dat er realiteitszin is over hoe u nu voorstaat. Het is een pijnlijke erkenning, maar wel een juiste. We zien er een lange lijst met maatregelen, concrete en goede verbeteringen staan. Het CDA heeft met regelmaat aandacht gevraagd voor de toenemende risico's van snelheidsverschil op het fietspad. Door de toename van het aantal elektrische fietsen en bromfietsen. En we zien dat die risico's nu eindelijk een goede plek krijgen in dit fietsplan. Dat vinden we heel goed. Het voorstel dat wij eerder deden om op de IJweg tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, een van onze blackspots, gebruik te gaan maken van een bromfiets op de weg, wordt nu als proef ingesteld en daar zijn we heel enthousiast over. Daarnaast gaat de gemeente samen met de Fietsersbond kijken naar quick wins voor alternatieve fietsen. En er wordt een nieuw routeplan gemaakt. Wij danken de heer van de ploeg van de Fietsersbond voor zijn vasthoudendheid om kennis vanuit de praktijk en ervaring elders in het land hierin te brengen. We vinden het wel moeilijk te begrijpen dat ondanks het doorlopen proces deze Haarlemmeerse kennisdrager alsnog een aantal verbetervoorstellen heeft moeten doen via de zienswijzeprocedure. Terwijl die toch van het dag één betrokken is. Dat zou eigenlijk niet mogen moeten, denk ik. Als we zo goed willen participeren, dan moet dat niet via de zienswijze hoeven. Dan hebben we meteen het fietsbruggetje naar de verbinding tussen de Fruituin en het Geniedijk. Het CDA is er niet van overtuigd dat de beoogde route de juiste is. Wij herkennen hetgeen dat insprekers aangeven, dat er al een goed alternatief ligt langs de A-weg. Dus collega's, het lijkt me goed om van die uitnodiging die net gedaan is gebruik te maken, om daar eens te gaan kijken. En het bureau ontwerpen lijkt ook aan de orde in Lissebroek. Wij snappen de frustratie van de insprekers dan ook en we willen hier ook nog eens heel goed naar kijken. En dan heb ik meteen een vraag voor de wethouder. Kunt u ons een feitenrelaas, dat is een mooi woord, ik gebruik hem ook een keer, sturen van al die zaken die rondom dat fietspad spelen? Want het zijn niet alleen zaken op dit fietsplan, maar ook in de gebiedsontwikkeling Lissebroek. Her en der is kennelijk iets afgesproken en wij willen graag daar het overzicht in hebben. Het bereikbaar houden van de agrarische gronden, waar het hier onder andere over gaat, vinden wij uiteraard als CDA heel belangrijk. De komende 5 jaar worden er veel maatregelen door het principe van werk met werk opgepakt om die achterstand in te lopen. Dat gaat dan vertaald worden naar uitvoeringsprogramma's, zoals bijvoorbeeld het verbreden van verschillende fietspaden. Dat is op zich natuurlijk een verstandige manier om met geld om te gaan. Maar wat ons betreft mag dat niet een doel op zich worden. Dus als er veiligheid in het geding is en we kunnen bijvoorbeeld na een jaar wachten met iets omdat het dan veel efficiënter kan worden uitgevoerd, prima. Maar als dat jaren wordt, dan moeten we echt serieus overwegen of we die combinatie wel willen maken. Veiligheid gaat wat dat betreft boven alles. En dan komen we maar 2 keer terug. We moeten het fietsnetwerk ook mee laten groeien met de ontwikkelingen in Haarlemmermeer. Dat vraagt nu inzet bij de planuitwerking van de nieuwe projecten. En ook het realiseren van snelfietsroutes, ontbrekende schakels en ook plekken voor fietsparkeren. En de voortgang in het centrum van Hoofddorp staat wat CDA betreft dan juist niet model voor hoe het moet gaan. Natuurlijk zijn we blij met de tijdelijke fietsenstalling op het burgemeester Stamplein. Maar in het project heeft de rem wat ons betreft veel te lang aangelopen. Voorzitter, het gaat er uiteraard niet alleen om wat wij van het fietsplat vinden. De mening van inwoners, ondernemers en belangorganisaties komen naar voren in de 104 zienswijzen die zijn ingediend. Dat zijn flinke aantallen en dat toont aan dat er toch wel een enorme betrokkenheid is als het om de fiets gaat. We zijn erg blij dat het college zoveel van de input heeft overgenomen en snappen nu ook beter dat het langer heeft geduurd om tot een definitief fietsplan te komen. We sluiten de eerste termijn af door te zeggen dat we het wachten niet op een teleurstelling is uitgelopen. We zien goede maatregelen vanuit een besef dat de basis op dit moment niet op orde is. Ons fietsnetwerk is simpelweg verouderd. De smalle fietspaden langs de polderwegen passen al lang niet meer bij het gebruik. Wat het CDA betreft wordt daar nu ook
de trapondersteuning op maximaal gezet om de maatregelen snel te vertalen naar concrete acties in het uitvoeringsprogramma mobiliteit. En als er extra geld nodig is, dan zijn wij bereid om te kijken of we meevallers hiervoor bijvoorbeeld kunnen inzetten. Dit moet de wethouder comfort bieden om met de juiste snelheid, met groot gemak en vol beleving op een veilige manier de piramide van fietsgeluk te beklimmen. Tot zover. De piramide van fietsgeluk. Okay. Dank u wel, meneer Van der Peet, voor uw inbreng en voor de opening. Dan gaan we naar de ChristenUnie SGP. De heer Soelaert, u heeft 2 minuten. Dank u, voorzitter. Als ChristenUnie SGP-fractie zijn we blij met het fietsplan. Zowel macro- als micro-oplossingen komen aan bod. Het fietsplan ziet er verzorgd uit en er is veel aandacht aan besteed. Toch schrikken wij wel weer van de bezwaarmakers, de mensen die ingesproken hebben. Het missen van participatie, voorstellen die niet mogelijk lijken te zijn, met name op de Geniedijk. We hopen dat dat nog wel een vervolg krijgt. Wat we mooi vinden is uiteraard dat de veiligheid voorop staat. Dit is de basis van de piramide, waarvan uitgewerkt wordt onder andere aan naar snelheid. Wat de ChristenUnie SGP gaat het meer over de mogelijkheid om snel met de fiets overal te komen dan op de snelheid aan zich, want hier maken we ons juist zorgen over. Wat het macrogebied ons betreft meer prioriteit mag krijgen, zijn bijvoorbeeld de oplaadpunten bij openbaar vervoersknooppunten. Dit zou een mooie service zijn die wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Evenals meer prioriteit voor de openbare toiletten die nu helemaal bovenaan de piramide staan. Terwijl bij Maslow dat toch eigenlijk de basis is. Op microgebied verbaast het ons dat er geen knelpunten genoemd worden in Sparendam, Haarlem en Lieden, de dijk tussen deze twee plaatsen, tussen Haarlemmermeer, Lieden en Haarlem. Dit kan natuurlijk ook aan de Fietsersbond of de dorpsraden liggen, dat ze niet op de agenda hebben gebracht. Maar het kan ook liggen aan de relatief korte tijd dat deze gemeentes bij de Haarlemmermeer horen. En dat het op deze manier aan de aandacht is ontsnapt. Daar ben ik benieuwd naar. Voor zowel de oplaadpunten als de toiletten, het gebied tussen Sparendam en Haarlemmerlieden, wil ik graag uw aandacht vragen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Soelaert. Dan gaan we naar mevrouw Smant van D66. Dank u wel, voorzitter. Het is bijna altijd zo, maar plannen die te maken hebben met mobiliteit, die lezen altijd zo fijn. Ze zijn niet te lang, ze hebben veel plaatjes, ze bevatten goede samenvattingen en dat is ook van toepassing op dit plan. En dat wil ik toch altijd wel weer even gezegd hebben, fijn om te lezen. Inderdaad heel blij dat het plan er ligt, ook al een beetje hoog tijd dat het er ligt. Maar ook wel een kleine angst dat het fietsplan een splijtswam kan worden. Met 104 insprekers, en dat is niet weinig voor 104 zienswijzen. Sorry, niet insprekers, want er zaten hier nog wel een paar uur. Maar 104 zienswijzen die zijn ingediend. Dat maakt wel duidelijk dat het fietsplan leeft. En wij vragen ons af, even los van de inhoud van het plan, hoe gaan we daarmee om? Want als we vast blijven houden aan zienswijze, procedure, hoorzittingen, nou alle instrumenten die we hebben, dan zijn wij toch wel een beetje bang dat zo'n fietsplan, zo'n eerste fietsplan, ook best wel hier en daar een splijtswam kan worden. En dat zou onze vraag aan de wethouder zijn, hoe creatief en welke mogelijkheden ziet de portefeuillehouder om ook de boel bij elkaar te houden bij de realisatie van dit fietsplan en dat we zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk een fietsnetwerk in de gemeente Haarlemmermeer krijgen waar we allemaal blij mee zijn. Ik noem even een voorbeeld. De insprekers hebben een aantal serieuze knelpunten genoemd. In hoeverre zijn daar zogenaamde keukentafelgesprekken mogelijk om tot een goede gedragen oplossing te komen? En ik denk dat dat een hele belangrijke voorwaarde is om tot een goede uitvoering van dit plan te komen. En verder nog een paar laatste opvallende bewoordingen in het fietsplan, waarvan ik eigenlijk niet heel goed begrijp wat het betekent. Vergevingsgezind ontwerpen, dat valt onder veiligheid. Een prachtige term, maar ik vraag me wel af wat daarmee bedoeld wordt. En bij comfort, daar staat een lijstje kwaliteit van de fietspaden, rustvoorzieningen,
omleiding bij tijdelijke afsluitingen, maar wat van die handige reparatiezetjes als je ketting eraf loopt of je lampje stuk is of nou, iets anders. Dat kan misschien ook nog in dat lijstje opgenomen worden. Hele praktische punten. Tot zover, voorzitter. Wat was het nou, vergevingsgezind ontwerp? Dat is eigenlijk... Het is eigenlijk wel een technische vraag, maar ik ben er zelf toch ook wel bijzonder benieuwd naar wat daarmee bedoeld wordt. Maar goed, als daar geen antwoord op is, dan zal dat schriftelijk naar u toe komen, vermoed ik. Dan gaan we naar mevrouw Kamsteeg, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Eindelijk ter bespreking het fietsplan. En wat een ambitieus plan is het geworden. Alle zaken die voor een veilige, prettige reis met de fiets nodig zijn, worden benoemd. Er worden heel veel punten aangegeven die prioriteit hebben. En daar zit voor mijn fractie meteen de crux, want er wordt geen prioritering aangebracht in de prioriteiten. Betekent dit dat alle prioriteiten na vaststelling van dit plan door de Raad meteen en gelijktijdig uitgevoerd gaan worden? Graag een reactie van de portefeuillehouder. De PvdA wil zelf wel een hoogste prioriteit meegeven aan de wethouder uit de lijst prioriteiten. Voor mijn fractie is het namelijk van het grootste belang dat de bestaande fietspaden goed bereikbaar zijn. Start dus met het herstellen van gaten, ongelijke tegels, etc. in het huidige fietsnetwerk om ongelukken te voorkomen. Hier heeft de PvdA ook een vraag over aan de wethouder, want het herstellen van het fietswegdek is de portefeuille van een andere wethouder. Dus hoe verhoudt zich dit tot de ambitie in dit plan? Dan de piramide van Maslow. Een mooie onderverdeling wat voor fietsgebruik, CQ fietsgeluk, belangrijk is. Wat de PvdA wel verbaast is dat een bewaakte fietsenstalling niet bij veiligheid ingedeeld staat, maar bij gemak. Terwijl een van de grootste redenen die wij horen om bijvoorbeeld vanuit Nieuw-Vennep niet op de fiets en dan met name met de e-bike naar Hoofddorp Centrum te gaan, is het feit dat er geen bewaakte fietsenstalling is. Willen we het gebruik van de fiets stimuleren, dan is de aanwezigheid van een bewaakte fietsenstalling veel meer dan gemak en is het belangrijk dit zo snel mogelijk te realiseren. En graag een reactie van de wethouder waarom de aanwezigheid van een fietsenstalling bij gemak ingedeeld is. Over het realiseren van deze bewaakte fietsenstalling heeft de PvdA wel zorgen. In de brief die de Raad ontving op 18 april over de voortgang van de gebiedsontwikkeling Stadscentrum Hoofddorp, werd gemeld dat de invulling van het voorzetgebouw als boutiquehotel in combinatie met horeca niet haalbaar werd geacht en er ook nog geen nieuw voorstel is. Wat voor gevolgen heeft dit voor de haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling op deze plek? Moet er niet nagedacht worden over een plan B? Tot slot, voorzitter, wil de PvdA graag een reactie van de wethouder op de inbreng van mevrouw Brouwer en haar vraag over de participatie met betrekking tot het fietspad over de Geniedijk en of hierover nog meebeslist kan worden. Dat was het. Dank u wel, mevrouw Kamsteeg, voor uw inbreng. Dan gaan we naar de heer Boerman, GroenLinks. Ja, dank u, voorzitter. En u zult mij vandaag zien lachen, want ik ben een blij man. Er ligt hier een voorstel waar we heel blij mee zijn. Het is al eerder gezegd, we hebben er lang op gewacht. Maar het is toch gekomen en er staat zelfs meer in dan we hadden durven dromen bijna. Eindelijk de erkenning voor de fiets die de fiets ook verdient. En alle speerpunten die je kunt bedenken zijn erin. Ook al moet je met speerpunten altijd uitkijken als je aan het fietsen bent. Maar het is, al met al zijn we daar dus heel blij mee. Hè? En dan kun je zeggen, dat heeft veel te lang geduurd, maar dat heeft ook een reden en die begrijpen we ook. Er is ook goede inspraak over geweest, of er is in ieder geval ruimte geweest voor zienswijze. Is 104 zienswijze dan veel? Ja, dat is veel, maar er zijn gelukkig ook heel veel mensen die daar enthousiast over zijn, zoals wij het gezien hebben. Heb ik dan helemaal geen kritiek of helemaal geen punten die we nog mee willen geven? Nou, niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. En gemakshalve verwijs ik daarvoor door naar de bijdrage van de Fietsenbond, die het uitstekend hebben verwoord en waar bijna alles in staat. Zijn er nog een paar punten over waar we iets over willen zeggen? Ik wil nog graag iets zeggen over, hebben we vanmiddag ook al een beetje gedaan over het fietsparkeren in het centrum. Dat werd een beetje snel afgedaan, maar ik denk dat we tot 2028 ook nog een plek kunnen maken bij wat het voorzetgebouw zou moeten worden. En dat we tot die tijd daar meer fietsstallingen kunnen hebben dan daar nu staan. Ik denk echt dat aan die kant van het centrum een oplossing zou kunnen zijn, zeker als daar nog heel veel woningen gebouwd worden. En dat maakt het ook meteen minder aantrekkelijk of minder nodig om naar het Polderplein te fietsen.
Verder stomp, hè, daar hebben we het ook al vaak over gehad. Dat is ook echt een volgorde. En dat is, dit is een mooie en terechte invulling van die tweede letter van, het, van die afkorting. Maar er is echt nog wel iets meer nodig om die hiërarchie ook echt in de samenleving tot stand te brengen. En ik zou daarover een andere keer nog graag willen verder praten. Want ja, je kunt die fiets aantrekkelijk maken. Maar het betekent ook iets voor de rest van de afdoening van het verkeer. En als laatste, daar ging veel van de inspraak ook over. Het fietspad door de fruittuinen en het fietspad langs de Genie-dijk. Nou, het fietspad langs de Genie-dijk die wordt een missing link genoemd. En dat is niet zonder reden. Dat hebben we zelf, namelijk, dat noemen wij zelf ook al 30 jaar lang zo. Er wordt al heel lang over gesproken. Het fietspad door de fruittuinen niet, want die fruittuin die ligt ook nog helemaal niet zo lang. Ik kan me daar ook nog wel van voorstellen, is het nodig? Zijn echt wel andere alternatieven ook voor? Die liggen er ook al. Dus daarvoor zien we de noodzaak niet zo. Het fietspad langs de Genie-dijk, om die af te maken, hè, om de hele Genie-dijk een fietspad te maken. Ja, daar zien wij al heel lang de noodzaak toe. Ik ben heel kort hoor, echt waar. Voor dit fietsplan hebben we het over. Daar zien we heel lang de noodzaak toe. Maar ik zou wel inderdaad, wat wij hier zien is de aanzet tot, we zouden het graag willen. En dan gaan we nu met de inwoners praten over hoe we dat dan vorm zouden moeten geven. Want die oversteek bij de nieuwe weg, die kan natuurlijk niet zo blijven zoals hij nou is. Dat is iedereen duidelijk. Daar moet over gesproken worden, die moet anders. En hetzelfde geldt voor hoe je zo'n Genie-dijk fietspad dan eventueel vorm zou geven. Maar dat is wat ons betreft, daarvoor is dit een goede start. En daarvoor zouden we de toekomst goed moeten gebruiken om daar uitgebreid over te participeren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Boerman. Dan gaan we naar de heer Klaassen van DAP. Ja, voorzitter, dank u wel. In december 2022 bespraken we het fietsplan al, althans de komst ervan. En de wethouder gaf toen zo mooi aan, het zal wel onder de kerstboom liggen. Nou, die is bij ons ondertussen, heb ik hem weggehaald, was uitgevallen. Meneer Klaas, u klinkt wat zachtjes. Ik klink wat zacht. Nou, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Ja. In ieder geval, de kerstboom die we thuis hadden staan, die is ondertussen afgebroken en de lente is weer aangebroken. Dus dat is wel mooi. Een goed stuk weer het fietsplan. Complimenten voor de ambtenaren en de wethouder die dit geschreven hebben. Een goed stuk weer ingezet wordt op de veiligheid. En veiligheid zoals het mengen van het verkeer, schoolomgevingen veiliger maken en kruispunten overzichtelijker maken. Maar we hopen wel dat er een locatie maar één keer gedaan hoeft te worden. En niet zoals met de rotonde in Hoofddorp, die ons allen bekend is, meerdere malen aangepast hoeft te worden. Ook zien we dat er ingezet wordt op gemak, snelheid, in beleving en comfort. Ook belangrijk, maar veiligheid staat gelukkig wel als eerste genoemd. HAP heeft nog een voorstel om het fietsen nog veiliger te maken, maar daar komen we straks nog even op terug. Weer zagen we een hoog aantal zienswijzen op dit raadsvoorstel, waar meerdere malen gewezen werd op het VSP. Echter, tijdens de VSP-behandeling verwees men ook naar het fietsplan die er nog aan zat te komen. We zien aan het aantal zienswijzen, zoals meneer Boerman het ook al aangaf, dat het behoorlijk leeft. En we zijn ook blij dat er op elke reactie een inhoudelijke reactie gegeven is en ook een degelijke reactie. En hierdoor weet men ook waarom het college deze voorstel ons voorlegt. Zo zagen wij dat in Hoofddorp de reacties waren over het fietspad van de Genie-dijk naar de Piratenweg, zoals meneer Boerman het ook al zei, door de fruittuinen. Deze is inderdaad, ons idee, ook niet noodzakelijk. Alleen het stukje op de Genie-dijk, ja, die vinden wij wel mooi. Het fietspad door de fruittuinen, kijk, het is een vrijliggend fietspad dwars door een woonwijk. Dat hoeft van HAP niet. Laat mensen lekker om woonwijken heen fietsen en de mensen in een woonwijk rust hebben. Een woonwijk moet naar het idee van HAP bestemmingsverkeer zijn en geen doorgaande routes. Dat geldt overigens ook voor auto's. Maar daar zult u niet vreemd vinden dat we dat zeggen. Trappen is in de tweede, stap van het stomp. Het moet niet ten koste gaan van de leefkwaliteit in de wijken. En een woonwijk is een bestemming. HAP was inderdaad, net als GroenLinks net aangaf, wel tevreden om de laatste schakel, ontbrekende schakel van de Genie-dijk in het plan terug te vinden. We snappen de zorgen van de inwoners die een fietspad op gepaste afstand van een woning krijgen. Maar het pad ligt gelukkig niet direct aan hun tuin, zoals in de andere wijken. Maar zoals in de beantwoording ook staat, er zit nog een behoorlijke waterpartij tussen. En dit zorgt er ook voor dat de fietsers een keuze hebben zometeen om een snel, smal fietspad langs een drukke weg in Graan voor Vis, weg A te verruilen, zoals de heer Van der Peet net ook al zei. Maar op een mooi fietspad van het UNESCO Wereld Erfgoed kunnen gaan genieten en dat ook beleven. De reacties uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep zien we dat eigenlijk het fietsen meer leeft dan in andere kernen. Of we vragen ons eigenlijk af, is het daar beter op orde? Wij denken zelf niet, maar we gaan het kunnen gaten houden bij andere punten die wij tussendoor zien en ook de bezoeken die wij doen.
worden. En zagen ook bij de insprekers uit Abbenes en Lissebroek dat er een pad dwars door een groene omgeving zou moeten komen. We snappen de insteek om meer van de natuur te kunnen zien. We hopen dat de portefeuille ons zou kunnen toezeggen dat met wandelen men meer van een stuk natuur ziet. Dan een fietsroute die niet gewenst is. En net zoals de heer Buitenhuis en de heer Van Eerde aangaf, niet over agrarische gronden zou moeten lopen om die dwars te doorsnijden, waardoor hun bedrijfsvoering in geding komt. Zoals ik net eigenlijk al aangaf, HAP heeft nog een voorstel voor een veiligere polders. Veel snel fietsroutes die nu er bestaan, zijn al vrij liggend. Echter hebben we een hoofdweg waar op dit moment twee wegen lopen. De oostzijde, ingericht voor auto's en doorgaande routes. En de westzijde voor langzamer verkeer op verschillende plekken, als een auto tot de gastweg binnen de bebouwde kom. HAP zou graag met de collega's willen sparren en even praten om te kijken of het mogelijk is om de hoofdweg westzijde in te gaan richten binnen de bebouwde kom als auto te gaststraat en buiten Boudekom als een primair fietsstraat, dus eventueel de snelheid naar beneden te brengen om een mooie doorgaande fietsroute van noord naar zuid. Ik heb net in het plaatje geteld, we hebben 8 oost-west verbindingen en de hoofdweg is in principe 1 noord-zuid verbinding die we op dit moment hebben, die nog geen eens volledig als fietspad ingericht is en fietsers voelen zich daar ook relatief onveilig. We hebben wel een vrijliggend fietspad aan de oostzijde, maar die is vrij smal als mensen, en zeker snelfietsers, de speed pedelecs of wielrenners er zijn, ja, dan is dat fietspad eigenlijk te smal, ook voor het verkeer wat er rijdt. Hiermee kunnen we ook de oostzijde als doorgaande route voor automobilisten eigenlijk primair aangeven en de westzijde dus voor fietsers. Maar daar gaan we in de tweede termijn nog wel even over sparren. Ik had nog 3 vragen aan het college. Zou u die kort willen stellen, want u bent bijna door uw tijd heen. Ga ik zeker doen. Voorzitter, kunt u aan de zorg van de inwoners van de Piratenwijk wegnemen dat het fietspad onveilig is met het vee wat er rondloopt, zoals meerdere insprakers aangaven? En kunt u voor de oversteek van de Geniedijk, zoals meneer Boerman het ook al aangaf, zo verleggen dat het voor beide fietsers zichtbaar zijn voor de automobilisten? De tweede vraag is, kunt u toezeggen met meneer Buitenhuis in gesprek te gaan? Hij gaf zich aan niet gehoord hebben, wat wij als raad betreuren. Ik denk dat de heer Buitenhuis wel een lekker bakje koffie voor u heeft als u daar aan langs zou willen komen. En voorzitter, de insprekers gaven aan niet geparticipeerd te kunnen hebben. Nu horen we dat vaker. Alleen kunt u misschien aangeven waar ze op fietsplan, dan wat VSP, wat erbij hoort, geparticipeerd zouden kunnen hebben. Dank u wel. Nou, waar de vragen technisch van aard zijn, wordt waarschijnlijk schriftelijk later op teruggekomen. Maar ja, dit leent zich ook wel voor technische vragen natuurlijk, dit onderwerp. Dan gaan we naar de heer Vermeulen, Forza. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook Forza is blij met een fietsplan en we vinden het ook een goed plan. Alhoewel, de gemeente gaat uit van het stimuleren van het juiste vervoermiddel bij de juiste reis. En wat Forza betreft gaan we daar de mist in. Daar druipt het paternalisme van af. De gemeente moet iets stimuleren, maar faciliteren. Net zoals je dat doet met de auto. En als je faciliteert, is stimuleren bijvangst. Ik fiets mijn hele leven, voorzitter. Voor mij is de fiets in de regio het vervoermiddel bij uitstek. En de grootste makke als je de polder doorfietst is niet het gebrek aan fietspaden, maar de deplorabele staat van onderhoud van het wegdek. Tegels van fietspaden die door verzakking zo ver uit elkaar liggen dat je fietsband ertussen verdwijnt en waar je om ongelukken te voorkomen maar op de rijbaan gaat fietsen. En daar is het niet veel beter, want daar ook maken scheuren en putten in het wegdek fietsen tot een uitdaging. En zowel de eerste spreker als diverse fracties voor mij gaven ook het gebrek aan onderhoud al aan. Forza zou dan ook willen adviseren, voordat we met een ambitieus hoogover plan aan de slag gaan, eerst dat onderhoud eens op orde te brengen, tegels vervangen voor asfalt en aandacht besteden aan gevaarlijke knelpunten. Maar gelukkig staat dat ook in het fietsplan, want geconcludeerd wordt dat de gemeente Haarlemmermeer opnieuw moet kijken naar bestaande infrastructuur. En bij nieuwe ontwikkellocaties moet de rol van de fiets vanzelfsprekend benaderd worden als volwaardig vervoersmiddel. En gelukkig is ook dat de ambitie. In tegenstelling tot de conclusie van mevrouw Swant, die dit plan zo mooi compact vindt, had het wat Forza betreft ook op 3 pagina's gekund. 1 alinea voor de ambities en de rest voor de opsomming hoe, wat en waar we die gaan toepassen. Maar goed, hulde dat de fiets als volwaardig vervoermiddel wordt behandeld en de fietser beter gefaciliteerd gaat worden. Tot slot wil ik naar aanleiding van de inbreng van de heer Buitenhuis aan de wethouder vragen hoe het mogelijk is dat we plannen maken op de grond van derden, die daar dan vervolgens op reageren en wat dan de reden is dat we niet met zo'n grondeigenaar in gesprek willen gaan. Maar gelukkig heeft
heb net opgeroepen om dat gesprek wel aan te gaan. En dat wil ik hierbij nog een keer kracht bijzetten. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan gaan we naar mevrouw Roos, Forum van Democratie. Dank u, voorzitter. U staat bij de meeste Forum van Democratie niet bekend als de fietspartij. Maar wij kunnen ons ook voor een groot deel vinden in het plan. Zo zijn wij voorstander van de ambitie ten aanzien van het aantrekkelijk maken van de overstappunten tussen fiets en OV. Wel een paar puntjes. De grootste knelpunten worden veroorzaakt door autoverkeer in de kernen, staat er. Hier is veel verkeer en komen verschillende stromen samen of kruisen elkaar. Het kon soms samenvoegen van de stroom auto's en fietsers is een lastige. Het gaat hier dan wel om het fietsplan, maar ook de auto heeft ruimte nodig. En Amsterdamse fratsen waar de auto die maar 30 mag aan alle kanten wordt ingehaald door snelle fietsen en de chaos daaromtrent, is niet iets wat we in de Haarlemmermeer willen zien. We zijn een voorstander van vrijliggende fietspaden. Dan het kwaliteitsvraagstuk van de fietspaden. Het onderhoud is minimaal. En ook wij vinden het terecht dat de inwoners vraagtekens hebben bij de aanleg van nieuwe paden, waaronder de snelfietsroute, terwijl zichtbaar is dat het onderhoud van de bestaande paden te wensen overlaat, deelt het college deze zorg. De gemeente wil het erfgoed behouden, maar zoals ook een inspreker noemde, komt dit op een aantal delen in de knel. In de uitvoering vragen we hier dan ook echt aandacht voor. Bijvoorbeeld een snelfietspad over de Geniedijk maken waar de schapen lopen, dat is er zo een. Zoals we vaker zien is er onder de inwoners veel onduidelijkheid en is het beeld dat de participatie tekort schiet. En zoals mevrouw Smant ook eerder vroeg, kan aangegeven worden hoe de plannen met betrekking tot de informatievoorziening en participatie er in het vervolg uit gaat zien. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Roos. Dan heb ik nog drie partijen die niet het woord hebben gevoerd. Ja, meneer De Ruiter, BVNL. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, namens de fractie van Belang van Nederland wil ik eerst en vooral het CDA bedanken voor het aanvragen van de sessie. Mijn spreektijd is beperkt, dus ik zal me moeten beperken tot enkele heikele punten die me opvallen in het plan. Ik zal het voornamelijk toespitsen op de vragen die ik heb aan het college en die ook wel enigszins technisch van aard zijn, maar u gaf al aan dat daar wel ruimte voor is. Ja, ik had gezegd dat daar morgen schriftelijk op wordt teruggekomen, want u dient technische vragen vooraf in te dienen. Oké, nou. Ik dank u. In paragraaf 3.2 zie ik een registratie van het aantal ongevallen. Dat wekt op mij erg de indruk dat sinds het in zwang komen van de elektrische fiets het aantal ongevallen toegenomen is. Ondanks dat er toch geconcludeerd wordt dat er niet echt een conclusie uit die cijfers te trekken valt, vraag ik me toch af of dat er in die registratie een onderscheid gemaakt wordt tussen fietsen en wat we vroeger noemden dan rijwielen met hulpmotor. Wat elektrische fietsen dus feitelijk zijn. Dan, mevrouw Roos haalde het al aan, wordt er gesproken over 30 km per uur in de bebouwde kom. Gaat die dan ook voor fietsers actief gehandhaafd worden? Want inderdaad word ik regelmatig, waar ik me daar met de auto wel aan die snelheid houd, soms ergerlijk op mijn dak getikt of tegen de kofferbak aangetrapt door fietsers die toch wel willen dat ik harder ga. Wat ik mis in het plan, en misschien kan de wethouder daar iets over zeggen, is hoe gaat er omgegaan worden met gladheidsbestrijding op de snelfietsroutes, met name in de winter uiteraard. En ik zie allerlei punten over veiligheid en ik hoor hier gesproken worden over fietsreparatiesetjes en allerlei gemakdingen. Ik denk dat dit een belangrijk punt van veiligheid is en ook de prioritering die er aangegeven wordt aan gladheidsbestrijding. En dan, niet specifiek inhoudelijk over het plan, maar meer naar aanleiding van de insprekers. Waarom is mijn vraag aan het college, waarom gaat het kennelijk keer op keer nog steeds mis met de participatie? En voelen ze inwoners zich daar toch keer op keer weer miskend over? En dat sluit dan aan bij de vraag van meneer Vermeulen en de opmerkingen die Hap daarover maakte. Kan de wethouder toezeggen dat met de inspreker over wiens land nou wel of niet een snelfietsroute gepland is, dat de wethouder
of het college die een eenduidig antwoord geeft. Ik heb gezegd, voorzitter. Dank u wel, meneer De Ruiter. Meneer Beuzenberg, SRH. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan redelijk kort zijn over het fietsplan. Ik wil de wethouder bedanken voor het aanleveren van het fietsplan. We hebben er een tijd op gewacht. En wat SRA betreft zijn de drie meest kritieke punten veiligheid, onderhoud en dan de nieuwe routes. En ook precies in die volgorde. Als het veilig is, we hebben ook gezien in het fietsplan dat er nog steeds veel te veel ongelukken gebeuren waar fietsers bij betrokken zijn en elk ongeluk is er één te veel. Dan het onderhoud. We hebben kilometers fietsroutes in onze gemeente liggen waar de klinkers los liggen, het asfalt omhoog ligt, scheuren in zitten. En wat SRH betreft is het dan niet handig om eerst te beginnen met nieuwe routes en dan het onderhoud te doen. Het is hier ook al eens in de raad gezegd. Ik weet niet welke partij dat zegt, maar eerst doen wat moet en dan pas doen wat kan. Dus die wil ik nu nogmaals beamen. Dan wil ik ook nog drie vragen stellen aan het college. Dat is of het college kort kan reageren op de insprekers. Mijn tweede vraag is of het college bereid is een gesprek aan te gaan met de insprekers die daar naar vragen en die dat verlangen van het college. En of het college eventueel zou willen kijken naar een andere oplossing voor het probleem wat is aangedragen door de insprekers met betrekking tot de Geniedijk en de fruittuinen. Dank u wel. En dan hebben we volgens mij alleen de VVD nog, mevrouw Kliphuis. Dank u wel, voorzitter. Een mooi nieuw fietsplan ligt er. Maar de eerste vraag die opkomt is, wat voegt dit plan eigenlijk toe? Want op het gebied van mobiliteit hebben we een flinke stapel plannen. We hebben een stapel plannen die beginnen bij de vervoerregio, die naar het hele mobiliteitsnetwerk kijkt. We hebben ons eigen mobiliteit, we hebben verkeersstructuurplannen en al die plannen bij elkaar krijgen we nu ook nog een fietsplan. En heeft dat dan een toegevoegde waarde? Nou, dat fietsplan heeft wel degelijk een toegevoegde waarde op dit punt. Ik zag de heer Van der Peet twijfelen of ik dat nu ter discussie ging stellen. Dat ga ik niet doen. Nee, het heeft een toegevoegde waarde in de zin dat het een aantal uitgangspunten echt expliciteert die in die plannen staan. En daarbij ook de verbanden tussen die plannen goed uitwerkt. Want juist omdat we die versnipperde en veelheid van plannen hadden, hadden we missing links. En waren er onderwerpen niet meegenomen. Het fietsplan brengt daar verandering in. En we zijn daar ook heel erg blij in dat er wordt gekeken hoe ook daadwerkelijk de routes op elkaar aansluiten. Hoe we daadwerkelijk een aantal faciliteiten gaan creëren die er niet waren. Zoals het verbeteren van het fietsparkeren. Want als je wil fietsen moet je je fiets ook ergens kwijt kunnen. En dat is toch een hele fijne dat daar eindelijk ook extra aandacht voor is. En daar kan niet genoeg aandacht voor zijn. Dus het is mooi dat we al die uitgangspunten gaan expliciteren. En dat we dan ook beginnen bij de basis. De basis die voor de VVD heel belangrijk is. Veiligheid. En daar wordt die ook wel weer ingewikkeld. Want na veiligheid gaan we het ook over het onderhoud van het fietsplan hebben. En daar krijgen we het dan wel moeilijk. Want het onderhoud van het fietsnetwerk zit eigenlijk bij beheer en onderhoud. En dan bemerk ik dat we hier toch een halve sessie over beheer en onderhoud gaan doen. En ik zou toch graag willen hebben over het plan en de visie over hoe die fiets door onze gemeente heen gaat. En het beheer- en onderhoudsdiscussie in een beheer- en onderhoudssessie doen. Waar ook de portefeuillehouder zit die over het geld gaat. Want dat is een enorme hoeveelheid geld die daaraan besteed wordt. Hebben we dan ook nog vragen of kritiekpunten bij dit fietsplan? Ja, zeker, want het is de eerste keer dat we een fietsplan maken. Dus we hebben veel vertrouwen in de ondersteuning en deze portefeuillehouder. Maar een tiende eerste keer krijgen, dat is natuurlijk wel een beetje ingewikkeld. Wat we zien is dat je een aantal lessen leert en die leren we steeds opnieuw als het gaat over mobiliteit. En dat is heel mooi als je een plan maakt, maar de uitwerking doe je samen. En dat zien we hier ook weer gebeuren bij de inspraak. We zien dat het plannen maken mooi. Plannen worden vaak aan de tekentafel gemaakt, maar de praktijk is toch net iets anders. En ik blijf het pleidooi herhalen dat de kennis vanaf de tekentafel, vanaf de specialisten, echt moet worden gebundeld met de kennis vanuit de praktijk. We zien vanuit de inspraak dat er toch telkens weer punten uit worden gehaald waarvan we denken, oh ja, dat is eigenlijk niet zo handig. En we zien nu ook weer dat er niet altijd naar alle punten is geluisterd, maar dat er dan toch
nog onduidelijkheid is over een fietspad wat door een erf blijft lopen. Wat toch weer lijkt alsof er iets aan de tekentafel gebeurd is en niet gecheckt is in de praktijk. Nou geloof ik echt dat het best is gedaan om dat te doen, maar de les die we hieruit leren, en die hebben we ook in alle VSP's geleerd, dus je moet ook in die uitwerking, want ik ben het met de heer Boerman eens, dat het plan wat er ligt is het begin. En vanaf daar gaan we nog verder in gesprek wat er dan nodig is om het te realiseren. Dat moet echt in samenspraak met die inwoners daaromheen. En volgens mij heeft de portefeuillehouder dat ook al een keer toegezegd, maar ik neem aan dat ze dat nog een keer gaat toezeggen, dat de verdere uitwerking in samenspraak gaat met die omgeving. De les 2 die we al vaker hebben geleerd is dat hoe mooi en groot onze gemeente ook is, we zijn geen eiland. Dus we kunnen naar een fietsplan kijken wat heel erg ziet op ons, maar we moeten ook aansluiten op de gebieden om ons heen. En een van de punten die ik daar toch wel zorgelijk over vind is de speedpedelec. We hebben daar nog niet een uitgedacht beleid over. En ik hoorde al iemand die af en toe op zijn motorkap en zijn achterbak wordt getikt. Maar als de speedpedelec in de gemeente Haarlemmermeer het ene mag doen, wel op de weg, en als je dan de brug overgaat naar Lisse of naar Amsterdam, weer andere regels gelden, wordt het echt heel erg ingewikkeld voor die fietser en ook voor die automobilist om samen over die weg heen te gaan. Dus ik zou toch ook een oproep willen doen om, als we gaan kijken naar dat soort regels, ook met onze buurgemeentes te kijken. Want het kan niet zo zijn dat als we over de brug zijn, opeens een heel ander regime geldt. Dan de derde les. We moeten beginnen bij de basis. De conclusie die de heer Van der Pee trok, die is waar. Er is echt nog heel veel aan die basis te doen voordat we echt aan de plus toekomen, aan het ultieme fietsgeluk. Dus laten we ook ons in gaan zetten en laten we ook daar, we zijn er bijna, is mijn laatste zin, laten we dus ook op die manier onze woordvoerders bij beheer en onderhoud even een zetje in de goede kant opgeven, even dat fietsje aanduwen om een goed gesprek te hebben over wat er nodig is bij beheer en onderhoud voor de fietsinfrastructuur. Daar sluit ik bij af. Dank u wel, mevrouw Kliphuis. Voor de notulen, de fracties van 1 Haarlemmermeer en Gezond Haarlemmermeer, ja dat klopt, zijn niet aanwezig bij deze sessie. Dan zijn alle partijen aan het woord geweest. En dan is nu het woord aan het college. Er zijn een aantal vragen gesteld. Ook best wel wat technische vragen. Ik denk dat die wethouder wel uitkomt, hoor ik net, van de regie. En ik denk dat dan mevrouw Ruigrok het woord krijgt. Wethouder verkeer. U heeft het woord. Ik wilde graag het woord geven aan mevrouw Sedé, maar neem het toch zelf. Hartelijk dank voor de uitgebreide terugkoppeling. En ik had verwacht dat ik nog wel wat hardere standjes zou krijgen, dat het allemaal zo lang geduurd heeft. Maar ik hoor ook begrip en de uitgebreidheid van de terugkoppeling. En ik hoor ook verschillende complimenten. En die geef ik natuurlijk heel erg graag door aan het team wat hierachter zit. Voor de leesbaarheid en de uitgebreide reacties die daarin meegenomen zijn. De 104 zienswijzen, daar was een vijfde ongeveer, waren positieve zienswijzen. Nou, hoe vaak gebeurt dat? Dat is eigenlijk in gemeenteland heel bijzonder, want je hoort niet vaak van wat fijn dat er een fietsplan komt, wat fijn dat er aandacht voor is, wat goed dat we dit doen. Dus daar heb ik me ook natuurlijk, dat heb ik met veel plezier gelezen. Er wordt hier gezegd fietsen als volwaardig vervoermiddel. Dat is de basis van het fietsplan. Het is natuurlijk niet zo dat de afgelopen jaren en ook mijn voorgangers niks zouden hebben gedaan aan fietsen en in mobiliteit. Nou, er wordt verschillend over gedacht, maar dat is niet zo. Er wordt altijd is de fiets natuurlijk meegenomen. Maar inderdaad, historische gebeurtenis. Voor het eerst is er een eigen fietsplan waarin de fiets centraal staat en waarin gekeken wordt naar een piramide van fietsgeluk. Nou, hoe geweldig is dat? Maar gelukkig zijn we gewoon een poldergemeente waarin we ook heel realistisch en nuchter zijn en waarvan we dan zeggen, prachtig, die piramide moeten we natuurlijk uiteindelijk naartoe. Maar het gaat om de basis en veiligheid is daar de allereerste van. U heeft als raad zich daar al duidelijk over uitgesproken. En die basis op orde.
Mevrouw Kliphuis gaf al aan, we gaan hier geen sessie beheer en onderhoud doen. Dat gaan we ook niet doen, maar wees gerust dat wij met de uitwerking van deze plannen wel degelijk natuurlijk goed kijken naar hoe kunnen we dit in de praktijk uitvoeren. En dan kijken we naar wat doen we al? Wat kunnen we werk met werk maken en welke middelen en mensen hebben we beschikbaar, zodat we concreet dat kunnen uitwerken. En dat was ook een vraag bijvoorbeeld van mevrouw Kamsteeg, die zegt ja, het is allemaal heel ambitieus. Dat klopt, maar we werken de uitvoering uit in het UPM. En daarin gaan we die prioritering aangeven. Dus in het komende UPM, ik heb hem alvast weer als een sneak preview gezien. Hij gaat over 2 weken, geloof ik, naar het college. En daarna krijgt u hem natuurlijk te zien. En dan kunt u zien welke punten uit dit plan dus voor het UPM van 2025 meegenomen zullen worden. Dat geluk, die beleving, dat zit in meerdere dingen. Meneer Klaassen had het over de schapen. Ik heb ondertussen, want ik kan natuurlijk supergoed multitasken, heb ik al op Instagram gezet dat als ik op de fiets over de Geniedijk ga en ik heb een elektrische fiets, geen speed pedelec, dus ik ga best wel hard, maar niet zo hard. Maar als ik dan schapen zie, dan doe ik even een beetje wat snelheid terugnemen. En denk ik, wat is dit toch geweldig dat je gewoon van je woonhuis naar je werk fietst en daar schapen tegenkomt, koeien tegenkomt. En daar heb ik nog heel weinig berichten over gehad, dat de onveiligheid is. Dus dat is ook niet een belemmering voor het doortrekken van dat fietspad op de Geniedijk tussen het station en het stuk naar het centrum van Hoofddorp. Afgelopen week was ik in Duitsland en heb ik toch ook weer een prachtig ding gezien van beleving over fietsbeleving. De Bicomat, een soort vendormachine waarin je inderdaad met allerlei dingetjes voor je fiets dat kon doen. Waar je natuurlijk ook gewoon je fiets kon oppompen. Nou, dat zijn kleine dingen die toch veel comfort kunnen geven. En het vergevingsgezind ontwerpen, ja, het viel me toch een beetje tegen dat de voorzitter niet wist wat dat betekende. Maar ik leg het hem graag nog een keertje uit. Nee hoor. Dat heeft te maken met het feit dat als je een foutje maakt, dat je niet meteen afgestraft wordt. En dan voorbeelden zijn de schuine stoepranden. Een ongeluk op een fiets is heel vaak dat iemand met zijn hoofd op een stoeprand valt. Daarom wordt er ook echt wel gestimuleerd om te kijken naar, om het fietshelm te stimuleren. Maar ook genoeg bermruimte, minder paaltjes. Dus dat heeft allemaal te maken met vergevingsgezind ontwerpen. Dus als je even niet goed oplet, dat je niet meteen tegen nog een paaltje oprijdt. Dan even over de bewaakte fietsenstalling. Ik begrijp heel goed, 2028 klinkt heel ver weg. Maar we gaan heel erg veel doen op het Raadhuisplein. Dus het is niet aan te raden om in die bouwput nog meer fietsenstalling te doen. Maar eind dit jaar, heb ik toch echt begrepen, eind dit jaar gaan we de eerste bewaakte fietsenstalling, het zijn met camera's, doen op het Van Stamplein. Dus dat is dan een eerste aanzet daarvoor. Dus ik hoop dat gaat helpen. Ik hoop in de tweede termijn ook van de raad te horen van hoe het verder met wat de raad mee wil geven aan kaders. En ook het over die ontbrekende schakels verder wil hebben van wat daarin belangrijk is. Dan heb ik 2 belangrijke punten gehoord en dat met name ook van de insprekers. De fietsroute over de Geniedijk. Nou, die gaat eigenlijk helemaal van Zandpoort via Haarlem, Vijfhuizen naar Hoofddorp en naar het station. Die route wordt onderzocht. Meneer Boerman en mevrouw Kliphuis die zeiden het al. Dit is het eerste. Hier zeggen we van dit is een ontbrekende schakel. We zouden eigenlijk die hele Geniedijk willen kunnen befietsen. En hoe zouden we dat dan doen? Moet dat allemaal bovenop die dijk? Moet het onder de dijk? Hoe doe je met oversteken? En dan gaan we dus wel degelijk nog met de bewoners in gesprek. En meneer Scholten, dacht ik uit mijn hoofd even gezegd te hebben, die vroeg of mevrouw Pover even bij me op de koffie wilde. Ik heb dat gevraagd en mevrouw Pover gaat dat doen. Dus u gaat daar in gesprek, maar het is niet alleen u natuurlijk, het gaat om de hele buurt. En we gaan echt kijken van nou, hoe zouden we dat dan kunnen invullen? Wat zijn dan mogelijkheden en hoe kan je daarmee omgaan?
Even kijken, dan gaan we naar de Nieuwe Kerkertocht. Daarvan wordt gezegd, ja, ik voel me niet gehoord. Ik vind dat ook vervelend om te horen, hè? Want ik denk dan van, ja, u heeft een zienswijze ingediend, u heeft daar antwoord op gekregen, maar u mist toch bepaalde gegevens. Nou is dat de ontwikkeling, de gebiedsontwikkeling Lissebroek, de gebiedsenvelop, zoals dat zo mooi heet. Dus ik ga verzoeken of mensen die daar mee bezig zijn ook in gesprek gaan met u ook, maar ook met andere betrokkenen. En daar wil ik dan ook het verzoek van de heer Van der Peet bij betrekken. Want het zou eigenlijk jammer zijn om dat weer los bij dat fietsplan te koppelen, een overzicht van wat is er gebeurd. Dat gaat juist om die gebiedsontwikkeling in Lissebroek. Dus ik hoop dat we het dan op die manier kunnen doen. Want ik had hier voorafgaand aan deze sessie een gesprek met de studenten van Windesheim. En daarvan hebben we gezegd, en wij weten dat allen in de raad ook, elke streepje dat op kaart gezet wordt, levert een hoop stof tot discussie. Maar vaak zijn die streepjes natuurlijk indicatief, hè? Hier is een missende schakel. Dus we denken dat de verbinding van X naar Y nodig is. Maar dat dat dan dwars door een erf van iemand is. Daar moet je dan echt nog met elkaar over in gesprek. Hoe gaat dat en waar is het oversteekbaar en hoe gaan we dat verder uitwerken? Dan alvast even een voorzetje, want ik denk dat meneer Klaas het in de tweede termijn over de Westroute zou willen hebben misschien. Maar wij hebben daar in de structuurvisie al lang geleden en een omgevingsvisie al eerder over gezegd dat de Westzijde een primaire hoofdfietsroute is. En op verschillende plekken zijn daar al fietsstraten. Dus we kunnen verder nog kijken naar hoe dat zich verder kan ontwikkelen. Maar ook aan die oostzijde zal je ook wel fietsmogelijkheden moeten houden. Omdat je daar ook de bereikbaarheid optimaal wil maken. Dan ga ik nog heel even snel door de verschillende insprekers of de verschillende partijen. Even kijken of ik dan nog wel dingen heb gezegd, nou, ik moet vooral doorfietsen, begrijp ik. Dus dat ben ik van plan. Ja, ik geloof dat ik toch wel veel heb gezegd. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Voordat ik naar u toe ga, wil ik een ordevoorstel doen. Om de tweede termijn, want de eerste termijn vandaag afmaken gaat lukken, hoop ik. De tweede termijn gaat natuurlijk niet lukken, omdat we nog 8 minuten hebben. Mijn ordevoorstel zou zijn om de tweede termijn volgende week van 9 tot 10 te doen. Omdat het ook de enige mogelijkheid is voor de komende weken om het te kunnen doen. Want de weken erop zitten echt stampvol. Ik kijk even naar alle woordvoerders of dat een idee is die we straks bij de vaststelling van de agenda kunnen doen. Ik voel dat er een behoefte is aan een tweede termijn, maar als iedereen zegt dat dat niet nodig is, dan kunnen we dat zo nog een keer voorleggen. Maar meneer Van der Peet? Ja, voorzitter, ik heb ook een ordevoorstel. Misschien dat dat het een en ander oplost. Want ik denk dat we, wat mevrouw Kliphuis ook zei en de wethouder ook, we hebben het veel over beheer en onderhoud. En dat gaat eigenlijk hier niet zeker in het fietsplan. Het wordt wel genoemd. Het wordt genoemd bij kwaliteit, het wordt genoemd bij veiligheid. Maar ik vind het eigenlijk ook weer te makkelijk dat we het dan weer bij het onderhoud grijs duwen. Want daarom valt heel veel. Het valt altijd tussen wel een schip. Dus mijn voorstel is om apart een keer te hebben over het onderhoud van fietspaden. Maar dat is dan een nieuw sessieverzoek dat hier los van staat. Maar dan hebben we meteen een tweede termijn over dat onderwerp te pakken. Weet je wat, we gaan gewoon eerst even nog de vragen stellen die er zijn. Ik doe even nog één ronde voor vragen. En dan gaan we even peilen of er nog wel of geen behoefte aan is. Er waren een aantal handjes voor een verduidelijkende vraag. Ik ga gewoon even iedereen af. Meneer De Ruiter, ik haal even alle vragen tegelijk op. Ja, dank u voorzitter. Ik had mijn vraag al gesteld. Ik heb wellicht niet goed opgelet, maar ik heb geen antwoord gehoord van de wethouder wat haar visie is op de gladheidsbestrijding en de prioritering daarvan. Dus dat nog graag. Ja, als het dank kan. U wel. Iemand aan die kwijt? Ja, Christine SGP. Ja, voorzitter. Eigenlijk hetzelfde. Ook niet gehoord antwoord op de vraag of de
openbare toiletten en de oplaadpunten iets naar voren kunnen gehaald worden in plaats van achteraan. En hoe dat zit tussen Sparendam en Haarlemmerlieden en de aansluiting tussen Haarlemmerlieden en Haarlem. Ja, dank u wel. Ja, meneer Klaassen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog gevraagd aan de portefeuillehouder waar de insprekers die zich voelden niet gehoord hebben of niet geparticipeerd kunnen hebben, waar ze hadden kunnen participeren. Meneer Vermeulen. Ja, en ik had gevraagd hoe het kan dat, en het is wel terloops genoemd, meneer Buitenhuis, waarom die reclameert op het plan en vervolgens daar helemaal niks meer over terug hoort. Dus eigenlijk wil ik weten waarom hoort iemand niks terug als hij daarop Dank u wel. Ja, meneer Van der Peet. Ja, ik had in mijn slot de vraag gesteld of er ook voldoende geld is. Of dat de wethouder denkt dat ze om deze ambities in te vullen of dat ze extra investeringsmogelijkheden nodig heeft. Want dan weten we dat. Dat waren alle vragen. Nee, meneer Boerman. Nee, dank u voorzitter. Voor mij is de tweede termijn niet nodig om tot stemming over te gaan. Ik wil graag een keer met de raad spreken over bijvoorbeeld de fietsratenwedstrijden. Maar dat staat voor mij los van het plan, want dat kan gewoon naar de stemming door. Dus dat wil ik even meegeven aan u als voorzitter. En aansluitend op de heer Van der Peet wil ik aan de wethouder vragen, als ze met het UPM komt, om daar ook inderdaad wat ruimte in te laten. Ik heb een aantal partijen gehoord die zeggen, nou, als we prioriteiten willen stellen en het mag meer geld kosten, zijn we daartoe bereid. Maar dan zouden we daar ook wel graag het inzicht in willen hebben. En niet bij het UPM één lijstje voor krijgen, maar ook gewoon dat we daar wat in kunnen draaien. Prioriteren. U krijgt nog een aanvulling van de heer Klaas. Ja, voorzitter, inderdaad, de fietsstraatwedstrijden, in ieder geval doorfietsroutewedstrijden, die kan ik even een opzetmotie maken. Die kunnen we eens delen. Dan kunnen we over de mail met elkaar spreken. En is de tweede termijn naar mijn idee ook niet nodig. Dan zijn er een aantal vragen gesteld. Indien iedereen dat inmiddels gedaan. Ja, heb iemand het gedaan. Dan gaan we nog één keer naar het college. Mevrouw Rijgrok. Ja, dank u wel. Inderdaad, u had gelijk. De doorfietsroutes en de hoofdfietsroutes die hebben prioriteit bij het strooien. Ik weet dat ook nog van afgelopen winter, dat inderdaad je alweer vrij snel ook over die Geniedijk kon fietsen. Dan was er een vraag in het noordelijke deel van onze gemeente, voormalig Haarlemmerlieden en Spaarnwoude. Ja, de Lange Dijk en Zijkanaal C waren meegenomen en die zitten dan ook al in het plan. Dus de dingen die genoemd zijn, die zijn ook meegenomen in het plan. U had het over laadpalen en toiletten. Dat hebben wij dus inderdaad bij comfort en beleving gezet. Ja, als dat naar voren gehaald zou moeten worden, dan moet je weer aan extra geld denken. We hebben nu gewoon gepast in het UPM en ook in de samenwerking met beheer en onderhoud. Dan hebben we nog wat vragen over het participeren. Ja, het participeren is natuurlijk geweest ook in de avonden. Ik kijk even naar meneer Klaassen en naar meneer Vermeulen. Er was toen over het stadscentrum een avond. Maar ook gewoon de zienswijze zijn natuurlijk reguliere manieren van participeren. Ik snap wel een beetje de gevoelens van, goh, als iemand dan zegt van kom er even op terug, waarom? Is dat dan niet gebeurd? Ja, dat kan ik nu niet zo goed beoordelen. Maar daarom heb ik nu toegezegd dat we alsnog even in gesprek gaan om op te halen van wat is er dan precies, wat mist u in het plan wat er eerst wel in stond. Dus dat gaan we nu ophalen. En volgens mij ben ik er dan wel. Oké. Okay. Ik heb wel een aankondiging van een motie gehoord. Toch? Ja? Meneer Klaassen? Ja, correct. Ik ga de opzet maken, die zal ik met de collega's delen. Oké, want die is dan nog niet besproken, toch? Dat, ja. Correct. Soms kun je een motie bespreken voordat die op papier staat natuurlijk. Maar ik probeer even in te schatten of dat dan misschien toch volgende week dan, of veel later, dat kan ook. Dit stuk staat 6 juni op de stemmingen. Tweede termijn is daar inderdaad niet voor nodig per se. Is iedereen het daar ook mee eens dat een tweede termijn hier niet nodig is? Dat ook even duidelijk hebben. Ja, ik zie alleen maar ja knikken. Want dan kan ik de sessie concluderen dat die klaar is. Ja, jij mag hem afronden. Nog, als je wil. Het is jouw sessie. Nou ja, die behoefte heb ik niet echt. Want volgens mij is er genoeg gezegd. Maar ik had dat voorstel gedaan. Dus om een sessieverzoek specifiek te houden over die fietsonderhoud van de fietspaden. En als we dat, zou ik graag wel eventjes knikken willen zien van de collega's. Want dan kunnen we dat ook gaan inplannen. Ja of nee knikken, bedoelt hij daarmee? Ik zie alleen maar ja knikken. Dan denk ik dat het voor
de techniek, meneer Van der Peet, handig is dat u dat verzoek straks voor het vaststellen van de agenda doet. Zodat hij meteen richting het presidium kan. En u kunt later die motivatie aanvullen. Dan zit hij namelijk meteen in het proces. Maar dat staat dan los van deze sessie. En dan concludeer ik dat hij voldoende besproken is, het plan. 6 juni staat hij ter stemming. En dan sluit ik deze sessie.